Ik zeg, ik heb de meeste excuus. Zo simpel is het. En als je die positieve instelling behoudt, geloof me, je gaat het merken dat het om je heen werkt. De focus. Die wijsvinger. Die wijsvinger is een belangrijke vinger. Sommige mensen gebruiken die vinger om hun neus te dieken. Anderen gebruiken die vinger om vooral anderen de schuld te geven, want het is jouw schuld dat ik geen succes heb, het is jouw schuld dat het niet goed gaat, het is jouw schuld dat ik geen succes heb. Maar zou een grand malheur doen? Als je met één vinger wijst, wijs je de rest niet. Gebruik die vinger op een positieve manier. Weet wat voor doel je voor ogen hebt. Weet elke dag wat je wilt bereiken in het leven en ga ervoor. Als jij zegt bijvoorbeeld, zoals die regionaal die dat gewoon heeft, hij wil ooit zijn eigen cartoons maken. Houd dat doel voor ogen. En dan gaan mensen zeggen, ja, maar zo'n apparaat wat je wil kopen is te duur, dat gaat je nooit lukken. No. Het gaat je wel lukken, want je gelooft erin. En vaak zijn het mensen in je eigen omgeving die proberen uit te leggen dat je iets niet kan. Het gebeurt vaak, heb ik in de Suriname gezien, dat mijn pa, die man is timmerman, en zeggen zo, waarom moet je dokter worden? Ik ben toch timmerman? Gun mensen de ruimte om te groeien. En als mensen jou die ruimte niet gunnen, neem het zelf. Neem het zelf. Want niets en niets en dan ook niets ga je gratis krijgen in het leven. Alleen de zon gaat gratis op. Als je geluk hebt. Want laatst hadden we zonsverduistering, moest je schamsa. Vraag je dus ook elke dag af, zijn mijn doelen duidelijk gesteld? Is het reëel wat ik wil halen? Want kijk, zoals die kleine man zegt, ik wil dat gaan doen, dan kan je het ook doen. Maar je hebt ook soms mensen, je hebt wel eens X-Factor gezien of Idols om in dit soort programma dat die. Die door de omgeving worden gezegd, jij moet gaan zingen, jongen. En dan komt die man zingen. Denk je, wie heeft je gezegd dat je gaat zingen? Als je dat zo gepassioneerd bent van muziek en je graag muziek wil gaan doen, ga dan iets anders doen. Word DJ. Kat kan niet zingen, maar hij is de beste DJ die je kan wel hebben. Andersom. Hij wil ook graag zanger worden, maar hij is een betere DJ geworden. Dus zorg dat je doel dat je stelt wel realistisch is. En zo'n computer kopen waarmee je video's kan maken, dat is realistisch. Artsen is realistisch, andere dingen zijn realistisch. Alleen, bepaalde dingen heb je expliciete talenten voor nodig. Als je dat talent niet hebt, doe het niet. Als je twee linkervoeten hebt, ga je nooit de spits van Barcelona worden. Zo simpel is het. Er staat zonder ons geloof ook niet. Want als wij niet in hem geloven, bestaat hij niet. Dus, ook God de Vader is niet alleen succesvol. Zorg dat je dreamteam kiest. Dat is het allerbelangrijkste. Zorg dat je de juiste mensen en iedereen, dat ook iedereen kan samenwerken met elkaar. Vanaf word ik dat ding dat we in Suriname gevangen zitten in die etniciteitsstory van hun bestaande willen niet met Creolen samenwerken. Die wil niet met dat warmen. Dames en heren, zelfs honden en katten kunnen samen succesvol zijn. Het gaat erom, kies je dreamteam. Weet met wie je in zee gaat. Dat is het allerbelangrijkste. Dan gaan we naar de middenvinger. Steek met kop en schouders boven de rest, heb ik gezegd. Wees altijd een stap voor op elke verandering. Ik weet nu dat die mevrouw daar met een blonde haar mijn hele speech zit te filmen. Ik heb het door. En nu gaat ze het uitmaken. Want ze heeft toch die middenvinger gezien. En als je mee vindt en ik het niet wil zien, dan ga je het uitmaken. Maar dat is niet de bedoeling. Er zijn andere mensen die filmen. Dankjewel. En iemand die mij heeft geïnspireerd heeft ooit gezegd, pilot the seasons of change. Zie de veranderingen aankomen. Zie de veranderingen aankomen en je weet dat er veranderingen zijn. Want het enige wat constant is, is de verandering. Dus zorg ervoor dat je elke verandering ziet aankomen. Nusriwi dacht van, ik zie wel wat er gebeurt. Nee, anticipeer op wat er gebeurt. Dan maak je geen fouten. Als je alles investeert in goud, maar je houdt er geen rekening mee dat de economische crisis wereldwijd aan zijn einde komt en dat daardoor de goudprijs omlaag gaat, heb je die stap niet gemaakt. Eén stap vooruit. Zorg ervoor dat je weet wat in je omgeving gebeurt en neem de juiste stap. Maximaliseer je inzet en pas op voor de automatische piloot. In Nederland stel ik deze vraag altijd, hier is het gelukkig niet zo, maar dan stel ik de vraag aan de mensen, wie heeft hier een GPS in zijn auto? Een tomtom. Iedereen. Dan vraag ik zo, wie gebruikt die tomtom om van zijn werk naar huis te rijden? Bijna iedereen.
Terwijl je elke dag diezelfde route rijdt. Je weet precies, maar wij mensen, we zijn bang. We kijken niet meer naar landmarks. We kijken niet meer naar waar moeten we links, waar moeten we rechts. Nee, dat ding zegt ons wat we moeten doen. Pas op voor die automatische piloot. Want de automatische piloot is het allergevaarlijkste wat er bestaat. De automatische piloot leert ons dat we vooroordelen hebben. Want door die automatische piloot zeg ik van, je hele staan is niet te vertrouwen. Terwijl er 100.000 anderen zijn, ik wel kan vertrouwen. Maar eentje heeft me een keer belazerd, dus ik zeg, ze zijn allemaal niet te vertrouwen. Automatische piloot is het allergevaarlijkste wat er bestaat. Geef iedereen die je tegenkomt in je leven een nieuwe, eerlijke kans. Zo simpel is het. En het allerbelangrijkste, Big God, dit kan ik niet zwaar genoeg zeggen. Ken je sterke punten, maar vooral je zwakke punten. De belangrijkste kennis is weten wat je niet weet. Het klinkt raar, maar het hoort goed. De belangrijkste kennis is weten wat je niet weet. Want wij zijn vaak geneigd om te denken dat we alles weten. En we praten over alles mee. En dan zeg je soms dingen die niet kloppen. We hebben het meegemaakt in het debat. Maar het is iets menselijks wat we hebben. Het is iets menselijks, omdat we vanuit onze vooroordelen, vanuit wat we met elkaar hebben bedacht, wat we voor jezelf hebben bedacht, weet je.